Als slotconcert zijn we vereerd dat een van de allergrootste Belgische jonge muzici naar hier komt. Met name Annelene Leenaerts, harpiste. Zij is in, denk ik, elke Belgische huiskamer wel bekend. Want als het nieuwjaarsconcert uit Wenen wordt rechtstreeks uitgezonden, wie zit er dan aan de harp? Annelene Leenaerts. Het is bijzonder straf wat zij gedaan heeft. Want op haar 21ste werd zij om te beginnen de eerste vrouwelijke muzikus in het Wiener Philharmoniker. Maar ook de eerste vrouw die als harpsolo lid werd van dit orkest. Als buitenlandse dan nog. Dus zij moet heel ver boven al haar collega's hebben uitgestoken om hiervoor uitgekozen te worden. Zij komt naar Lier en brengt een heel verscheiden programma met zowel klassiek als impressionistisch werk. En als climax speelt ze een bewerking van de Moldau van Smetana. Een werk dat iedereen wel in de oren heeft en dat normaal voor orkest is geschreven. En dat een ongelooflijke climax doormaakt als de rivier aanzwelt naar de monding toe. Dus zij is ook in staat om daar zo onwaarschijnlijk relief in te brengen en een vaart in te brengen dat je met je ogen toe bijna zou denken dat je een mini-orkest op het podium hebt. Dus Amadea is een absolute grote ster. Ze is zelden in het land. Dus ik zou zeggen, mis dit niet. Er is veel plaats, want we doen dit concert in de Jezuïtenkerk. Omdat het ook een geschikte ruimte daarvoor is. En omdat we dan inderdaad veel meer mensen een plek kunnen geven om dit live mee te maken. Annelene Leenaerts op zondag 22 april om 11 uur in de Jezuïtenkerk te Lier. Kijk op laclassica.eu voor alle informatie. Geniet van muziek. La Classica.